En we gaan weer vanaf naar 106. We gaan op de big box, 24-inch. We gaan op de 73-68, nummer 2. Team Rockford, Rockford, en dat is het. En nog een dagje van de maximum op de hier zijn we op dan, op de tweede. De beste spel uitkomen op de tweede punt. Deze vrienden, wel van Huisje, Blok en Valken. En ook ons heel, dus die is bij de tweede wedstrijd. Goed, dat was even compact. Nu op de 470 nog verdeeld. Op de derde plek, Roel is nummer 4 in deze les. Dat is nummer 6. En die Kimmerings Ekkermans, Hedwig Ekkermans, Pip van As, Hidden Schevers, Jesses Kronings en Kira Walsmeer. En die is toch nog zijn aangekomen. Nu komt dat zich erbij. Ik zie Roel aan de halen, dus het zal onze mooie Jesses Kronings zijn. We kunnen zien dat er ook een van de fietsen. Kom je hier? 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 Kom en nu echt op de met 6 achter de Jim Hitchkins. Lim van Bedstow, Steve van Schijndel, King van de Duitse Bank en Bram Hoeken. Rijden schijnen langs gebeurd en zijn we hier naar beneden gekomen in die categorie zoals gezegd min 6, min 7, baanfinale en dan gaan we kijken hoe hier voor de eindranking natuurlijk de puntjes bij elkaar gaat sprokkelen op weg naar deze finale. We gaan in de finale daar op de eerste positie krijgen als ze de hoogtijd gaan waaien op nummer 126 en de hoek is Lester van Schijndel. Lester van Schijndel en ik hier in de jaren van de positie. Oké, okay, wie hebben we hier gedaan? Hier de kerstkool, 3 moet heel veel aan het podium, maar in de selectie kunnen we het wel goed. Jurgen van der Hart en Stijn Nieuwenhoos. En jongens, als het wat aangekomen, de eerste kombo. Zijn klein ongeheer als het allemaal komen zijn uitgevoerd. Hoe komt dan zelfs de uit? We gaan het zien. Als het goed is, is dat 3 ongeheer, de kwart 3 ongeheer, de stijl die kerst van Hoedstel van Nieuwen. Zet er dit met de rok. En het staat erop, iedereen wil helemaal uit het komen. Ziet u dat het in de hand van de Pels Moen in deze wedstrijd, wie zit er nog gedaan? 86. Hier is het gebeurde. Dat is nummer 86 voor de kerst. Hey Ralf! Hey Ralf! Wel vroeger vertrekken, hè? Hey! En dat zijn de hoogte. Wat? Hier de in de avond. Ja, nee, we zijn er achterin. En dat is op dit moment nog 10 minuten en 5 minuten. Dan hebben we 54. Volgens mij heeft Kroon dat het gewend. Van de Maaslander is het Bart Bakker. Het volgende zwaard, Joep de Mok. Uit Veghel, Julian Leenders. Uit Nederland, Bram van Kessel. En uit Leidkastel, Brett Timmermans. Ja, dat is Randy Watts, de kenning hier aan de binnenkant. Guus van Einde is het aan de binnenkant. Guusje van Einde die hier de snelste start gaat nemen. Jantje Kruis. Jantje Kruis hier aan de binnenkant. De man die vorige week nog versterkt besluit te gaan bewegen en handbesturen. Is terug op de BMX-baan hier in Amazone. Plaats nummer 2. Gaat de aanval inzetten hier op de tweede kamer. Is het Jantje Kruis aan de binnenkant. Guus van Einde op dit moment terug. Kom op, Devin! Plaats nummer 3, 4 en 5. We gaan weer terug naar de koppositie. Een van de snelste mannen in de wereld. Hier in deze categorie. Jantje Kruis op weg naar hem overwinning in Amazone. Met natuurlijk voor de eindranking van de afdeling kampioenschappen. Jan Kruis uit Nederland. De rest van deze dingen geven. Nu dat wordt een Hayan Zaki. En het is aangekomen in deze voor. Hoe komt er zes uit? Kunnen we dat zien? De man zacht de outfit. Yes.
Kom op, Mieke, die posten, naar binnen! Kom op, Mieke! 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 We zijn op de tweede plek. We zien hier de winnende laatste zet. En de vierde van deze regionale is de 800 te rijden. De 800 te rijden is Jorik Lent van de Kleine Devils. Waarde! En we gaan ook computers die hier aan de leiding zitten terugzien. Als we daar in Leicester waren, doordat ze het verder rijden, zitten we hier nu op het laatste stuk. Dit was op de eerste plaats. De tweede positie die wij in handen hebben van Niels Stokkermans uit Van der Zwaard. Onderen.
En dat is de laatste keer dat we daar hier gaan staan. Een hele goede start hier aan de binnenkant. De man in de blauwe wit van het White Bicycles natuurlijk. Hier was Kevin van de Groenendaal. Van de Groenendaal heeft voet gemaakt hier op de eerste positie. Aan de binnenkant komt hij aan de man mee. Die gaat ongetwijfeld aan de aanval van de Groenendaal zijn die hier in de tweede wordt. En dan gaat hij al gaan komen. Die man is iets niet overgekomen. We kunnen wel heel verplichting. Lars van Dongen, van de René dat meteen een meter tot 5 was komt, komt van de Groenendaal op 2, Eiken op 3. En dan zien we daar de hele mooie actie met de 128. Moet iemand willen zijn, Noah van Essen. En de overwinning, die gaat hier dan toch echt naar de Lopers. De volgende rest aan het handbeerings van de Romano Klop. En het zal de zaal doen. In de eerste hoog komen. Zoals die meneer, moet dat in de zes uit. Wat in de noodzaak uit het, wat je nou. Jane Lecroix
We kijken vanuit Wiekers, Sammy Vissers, Owens XPMX, Annemarijn en Nulman. En vanuit Wiegen, Vera Kersten. Waar zijn die laatste keten en dan gaan we kijken naar deze damescategorie. Vissers was daar heel goed weg, maar moet dan nu in de eerste bocht terugzakken naar het midden van de damesveld. Plaats 3 is voor haar, 4 is voor haar. De gezicht is van deze plaats nummer 1 en 2. Moet de laatste keten kijken naar de andere heen en Nulman. Die laat zich tussen de gezicht van de eerste testen. Die komt op 1 naar laatste stuk. De 33 met de leiding van Viara. Zij heeft de compositie op dit moment nog in handen. Maar het dan wordt dan laag teruggekomen. Er wordt dan laag teruggekomen. Naar de finish, Annemarijn de Nulman, van Heesel, Annemarijn de Nulman. Op dit moment zal het de taak zijn van de jury, vanuit hier niet te zien en wie de overwinning is. Maar dan zal dan Annemarijn de Nulman kunnen zijn of Viviane van Hees. Dat gaan we later horen. De laatste categorie en dan gaan we nog een aantal opgepaste finales krijgen, is de categorie met 17 plus. En we hier toch wel een geweld aan het starttek staan vanuit Luik-Kerstel met de Joris Haansen. Vanuit het Redline BMX Dream Team, Jeffrey van der Wiese. De Lielder, het volgende zwaar met Mike Aerts. Vanuit Amazone, Josh BMX, Nout Verstegen. Voor de plakpunters, Roel Koenen. Super dubbel Nemo met Mikey Klerks. Vanuit Vondel, Jarno van der Welzen. Maar graag een groot applaus dat hij ook hier aanwezig is op de afdeling kampioenschappen. De Olympische finale in de pocket. 1 overwinning in de Supercross races. Die waren in Canada voor hem. Maar ook de Red Bull Experience. Twan van Gent! Dat is Eddie Watts de gate en dan gaan we kijken. Dan zal het ongetwijfeld tussen Van Gent gaan. Een volkpartij hier op het eerste stuk van der Nelsen. Van Gent of Harmsen. Van de Wiese naar de Wijs en tot plaats 3. En dan gaan we naar de man van de Olympische Spelen. De nieuwe Roet Zilver van de maat 2012. Volg je ons, wat het! Joris Harmsen, de nieuwe grootheid in onze nationale Olympic Series. Hij neemt de tweede positie. Weg met Mark Aas, maar de overwinning in de 17 plus is voor Twan van Gent.